En welkom bij deze extra video. Ik heb al eens een video gemaakt over mijn misschien wel grootste passie, dat is dansen. Ik zal het linkje van die video hieronder in de beschrijving zetten. Maar in deze video wil ik jullie graag meer vertellen over nog een passie die ik heb en dat is skiën. En nou zie ik je denken, skiën, hoe doe je dat als je niet kunt staan of nauwelijks kunt staan? Dat doe je dan ook zittend, in een zitski. En daar ben ik onwijs blij mee. Ik ben niet opgegroeid met skiën. Je hebt mensen die wintersporten al hun hele leven. Gingen vroeger als kind zijnde al mee met hun ouders en zijn dat blijven doen. Volgens mij is dat een beetje hoe je in het wintersportwereldje groeit, denk ik. In mijn geval is dat niet zo. Mijn ouders hebben nooit geskiet. Of zijn nooit op wintersportvakantie geweest. Ik ken ook verder niemand in mijn familie en op vriendenkring die wintersport, tenminste niet echt. En ik denk nu zo'n 10, 11 jaar geleden, was ik in het revalidatiecentrum hier in Den Haag. Ik kom daar af en toe voor onderhoudsbeurt, om het maar zo te zeggen. En op dat moment had ik even een langer trajectje nodig. Dus kwam ik daar regelmatig. En daar kwam ik een kennis van mij tegen. Waar ik vroeger mee heb gerolstoelhockeyd. Want dat is de eerste sport die ik ooit gedaan heb. Heb als kind zijnde. En ja, volgens mij tot mijn 20ste of zo heb ik dat gedaan. Ik weet het niet. Nee, langer denk ik. Geen idee. In ieder geval, rolstoelhockey ben ik ooit mee begonnen. En ik kwam hem daar tegen en we raakten zo aan de praat. Ik zeg, joh, wat doe jij hier? Hij zegt, nou, ik ga op zitskireis. Ga je ook mee? Ik zeg, ja, ga je ook mee? Weet ik veel, lijkt me hartstikke tof, maar hoe dan? Nou, toen raakte ik dus aan de praat met degene die dat organiseert hier voor het revalidatiecentrum. En heb ik gevraagd wat de mogelijkheden waren. En lang verhaal kort, ik mocht mee. Ik mocht mee met hun op zitskireis. Ik had geen idee wat me te wachten stond, dus ik vond het allemaal echt heel spannend wat we nou gingen doen. Nou, ik heb toen in Nederland, hier in Den Haag in de Uithof, heb ik een aantal keer met ze geoefend. Dat heb ik gedaan in deze zitski. Die ga ik jullie even laten zien. In zo'n zitski. Dat noemen we een bioniek. Dat is eigenlijk de meest stabiele zitski, als ik het even zo mag uitleggen, die er bestaat. Nou, ik naar de Uithof, in zo'n ding gaan zitten en die berg af. Nou, dat was nog best ingewikkeld. Want het is glad en het is moeilijk en hoe evenwicht. Nou ja, in ieder geval vond ik het heel spannend, maar vooral vond ik het onwijs leuk. Ik ben toen een week met ze naar Oostenrijk gegaan en na die week in de bus terug wist ik zeker, dit wil ik vaker doen. Dit vind ik zo ongelooflijk leuk, dit wil ik echt vaker doen. En gelukkig kregen we een tasje met allerlei papieren van verenigingen waarin stond waar je dat vaker kon doen. Nou, een heleboel informatie en dat ben ik toen vervolgens rustig op mijn gemak gaan door spitten. In datzelfde jaar was de supportbeurs. De supportbeurs is een beurs voor mensen met een beperking, handicap, hoe je het ook noemen wil, in welke vorm dan ook. En daar kun je alles vinden op het gebied van hulpmiddelen, sporten, vakanties, handige dingen, nou, medische apparaten, medische ja, voorwerpen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het op de supportbeurs vinden. En dus ook vakanties. Dus ik ging eigenlijk een beetje met het doel naar de supportbeurs om te kijken of ik er iets op het gebied van wintersporten kon vinden. En dat kon ik. Deze vereniging, de VGD, dat is de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters, die stond daar met een standje. Dus ik ben daar eens gaan praten van, goh, uitgelegd dat ik met het revalidatiecentrum was meegegaan. En hoe ik nu verder deze passie, want toen, dat was het toen al wel een beetje, kon verder zetten.
Nou, zij mij uitgelegd dat zij reizen organiseren, maar dat ze ook skilessen hier in Nederland organiseren. Ja, en eigenlijk werd ik door het verhaal wat zij vertelde steeds enthousiaster. En de supportbeurs was toen in, nou dat is meestal eind mei, begin juni volgens mij. En zij vertelde mij dat ze in september een open dag hadden. En dat ik daar me voor in kon schrijven en dat ik dan bij hun even kon skiën op de borstelbaan. En dat ik dan ook voor de rest informatie over de reizen zou kunnen krijgen. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik ben daar nooit meer weggegaan. Volgens mij ben ik in 2010 voor het eerst met hen op wintersport gegaan. Dus dat zou betekenen dat, want ik ga, als jullie dit zien, ben ik in Oostenrijk. Ben ik met mijn 9e reis met hun onderweg. Ik neem dit op vlak voordat ik wegga. Maar jullie zien dit als ik al bijna weer terugkom, helaas. Maar gelukkig, ik heb het nu nog voor de boeg. Ben ik met de VGW meegegaan en zij leren mij nu om zelfstandig te kunnen skiën. En wat met alles zo is, de een die ziet het twee keer, die doet het een halve dag en die denkt, oh, werkt dat zo? En die gaan als een speer. In mijn geval is dat niet helemaal zo. Ik zit nog steeds op de beginnershelling. Ik kan nog steeds niet volledig los skiën. Maar ik heb er zo ongelooflijk veel lol in, dat dat me eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Ik vind de vereniging heel erg tof. Ik vind de mensen die meegaan heel erg tof. En het skiën zelf vind ik fantastisch. Het wintersportgevoel vind ik geweldig. Ja, en dan heb je nog de omgeving, jongens. Die bergen, de sneeuw. Ja, het is zo fantastisch mooi. Als het goed is, hebben jullie ook al beelden kunnen zien van mij op Instagram. Daar heet ik, hoi, ik ben Bianca. Ik zal, wanneer ik op wintersport ben, zoveel mogelijk daar ook proberen te posten. En op 20 januari, dus voor jullie overmorgen, komt mijn vakantievlog online. En daarin zullen jullie van alles en nog wat zien over mijn vakantie. Dan wil ik jullie nog even wat meer vertellen over de zitski op zich. Want ik ben dus begonnen in deze ski. De Biunique, zoals we dat noemen. En inmiddels zit ik in zo'n ski. Dat noemen we een monoski. Je ziet, die zit wat hoger. Je zit in een ander soort kuip. En je hebt maar één ski onder je onder je kuip, zeg maar. En nou is het echt niet zo van je begint in een beginnerski en je eindigt in een expertski. Zo werkt het niet. Dat is ook het mooie van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters. Zij hebben echt als doel om jou naar je beste kunnen te leren skiën. En of dat nou los is of vast of hoe dan ook, het gaat lukken. Zij zullen daar alles aan doen om te kijken wat er voor nodig is om jou te kunnen laten skiën. En daarom zeg ik, of dat nou in een Biunique is of in een monoski, ja, ieder naar zijn eigen kunnen. Kijk, een monoski is natuurlijk wel een ski waarin ook de Paralympiërs skiën. En dat is wel een beetje, als je echt goed kan skiën, zul je niet in een Biunique skiën. Dan zul je in een monoski skiën. Dat is gewoon zo. Maar goed, neemt niet weg dat wanneer je in een Biunique skiet en heel goed kan skiën, dat je, wat mij betreft, dat je minder bent dan iemand die in een monoski zit. Zo werkt het niet. En de vereniging geeft je dat gevoel ook echt niet. Je bent allemaal waard naar wat je kan. En ja, dat is heel tof. En om daar nog even verder op in te haken. Ik ben zelf actief lid van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters. Ik zit in de PR-commissie van die vereniging. En we hebben nu het idee opgevat, mede door mijn YouTube
die ik al doe, om een YouTube-kanaal te starten voor de vereniging. Linkje staat hieronder in de beschrijving. En op dat kanaal ga ik content maken over het aangepast wintersporten en vooral ook over de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters. Dus hou dat kanaal in de gaten als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp. En dan kun je daar het wel en wee van de vereniging volgen en ook zien wat we allemaal doen. Want waar ik nog steeds na al die jaren danig van onder de indruk kan zijn, is we komen daar, kijk, zonder deze vereniging zou er voor mij geen wintersportmogelijkheden zijn. Want ik kan het niet in mijn eentje. Ik heb geen mensen om me heen die het net zo leuk vinden als ik. Of die mee kunnen, of die mee willen. Dus ik ben wat dat betreft afhankelijk van de vereniging om te kunnen wintersporten. Nu is dat helemaal niet erg, want ik vind het hartstikke tof om met deze vereniging te wintersporten. Maar daar hebben we wel vrijwilligers voor nodig. Hè? Anders zou het een hele dure grap worden. Dus er zijn gewoon vrijwilligers die zich opgeven. Die wintersporten en skiën net zo tof vinden als wij. Hè, dus we delen dezelfde passie. Maar zich ook echt belangeloos willen inzetten die week. Om ons als deelnemers, om het maar even zo te zeggen, een fantastische wintersportweek te bezorgen. En deze mensen zijn echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de weer om het allemaal voor elkaar te krijgen. En dat is in verschillende gradaties. We hebben reisleiding, we hebben vrijwilligers die ons helpen skiën, maar ook organisatorisch van alles en nog wat doen. Het is echt, het is ongelooflijk hoe goed het eigenlijk allemaal georganiseerd is. Als wij daar aankomen, het materiaal is er, alles is geregeld. Je komt 's ochtends op de piste en je ski staat daar gewoon voor je klaar. Wordt er 's avonds besloten dat we morgen op een andere piste gaan skiën, staat het materiaal daar ook alweer klaar als je daar de volgende ochtend aankomt. Dat wordt in de avond dan allemaal. Nou, het zit gewoon goed in elkaar en ik ben daar best trots op. Ik vind dat echt heel tof dat dat op die manier gebeurt. Daarnaast vind ik het ook heel fijn, en dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, om georganiseerd op vakantie te gaan. En georganiseerd speciaal voor mensen met een handicap. Want ik had altijd het idee van ja, en dan zit je met z'n allen en dan word je wordt zo in een hoekje gezet. En ja, ik had daar gewoon nooit zoveel mee. Ik had zoiets van ja, ik moet integreren met niet gehandicapte mensen, want dat is wat ik wil en het moet allemaal zo gewoon mogelijk zijn. Ik ben daar echt volledig van teruggekomen. Op het moment, ik voel me tijdens die reis minder gehandicapt dan wanneer ik me begeef in een omgeving met alleen maar valide mensen. Want iedereen heeft iets. En behalve dan de vrijwilligers, anders zou het een hele grote uitdaging worden. Maar iedereen heeft een verleden en heeft een handicap en heeft zijn beperkingen. En dat deel je met elkaar. En je hoeft niks uit te leggen. Mensen vragen ook niks. Behalve als ze uit interesse iets willen weten. Maar niets is gek. Niks hoeft uitgelegd te worden. Het is gewoon allemaal heel relaxed. En dat vind ik persoonlijk heel fijn aan deze manier van op vakantie gaan. Dus buiten het feit dat de vrijwilligers het mogelijk maken dat het kan, hè, dat het praktisch allemaal kan, ben je gewoon met een groep mensen die een grote gemene deler hebben. En dat is niet alleen het wintersporten, maar ook het hebben van beperkingen en handicaps en weet ik het allemaal. Ja, en dat vind ik gewoon heel fijn. Dus nou, dat was een beetje een kijkje in de keuken van mijn tweede passie, het aangepast wintersporten. Ik zou zeggen, hou de site van, bekijk de website van de VGW. En dat is VGW -online.nl. Hieronder staat de link naar
Het YouTube-kanaal, als het goed is, staat daar op dit moment al content op. Maar zo niet, komt het echt heel binnenkort. Het ligt er een beetje aan hoe goed de internetverbinding is in het hotel. Want ik zal daar moeten gaan uploaden. En ja, ben je nou benieuwd hoe ik het deze week gehad heb? Kijk dan 20e, dus overmorgen in de avond. Want ik heb de 20e nodig om hem te editen. Dus hij komt in plaats van 7 uur 's ochtends, komt hij 's avonds online. Kijk de video en geniet mee van mijn avonturen in Mariaalm met de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Doei doei!